Mijn naam is David Arthur Vergouwen. Dat is geen grap, dat is feitelijk mijn tweede naam, Arthur. En zo begrijpt u wel dat ik al sinds lang een zekere fascinatie heb voor de historische figuur van Koning Arthur. Nu, of deze figuur eigenlijk wel zo historisch is, dat is nog maar de vraag. Gaat het hier per slot van rekening over een mythe of over een historische gebeurtenis? In deze uiteenzetting proberen we op zoek te gaan naar de man Koning Arthur. Wie moet hij geweest zijn? Wat heeft hij gedaan? En vooral, heeft hij dan bestaan of niet? Maar goed, al vrij snel worden wij geconfronteerd met een moeilijke kwestie, namelijk hoe organiseer je een zoektocht naar de historische koning Arthur? Dat impliceert eerst en vooral dat je weet waar je naar op zoek bent. En daarom is het heel nuttig om ons van meet af aan af te vragen wie is het eigenlijk die we zoeken? Wie is die koning Arthur? Wat zou hij gedaan hebben dat hem zo beroemd maakt? Indien men deze vraag stelt aan uh, ja, toevallige passants, of om aan wie, dan uh, krijg je wel antwoorden zoals um, de Ronde Tafel, Merlijn, uh, Guinevere, Lancelot, uh, ook zaken zoals Excalibur bijvoorbeeld, uh, zijn allemaal zaken die eigen zijn aan die wereld van koning Arthur. Maar indien we die zaken eventjes op een rijtje zetten, dan moeten we zeggen dat de eerste die over Camelot begint, Chrétien de Troyes is, die dat doet op het einde van de 12e eeuw. De eerste die over de Ronde Tafel begint, is een commentaar op het werk van Geoffrey of Monmouth, dat dateert uit het midden van de 12e eeuw. Excalibur dan wordt eigenlijk pas voor het eerst vermeld in de 15e eeuw door Sir Thomas Malory. Merlijn die duikt op in Geoffrey of Monmouth, zijn legendarisch epos uit 1138. En ook uh, het hele verhaal rond uh, Lancelot en Guinevere is eind 12e eeuws en behoort tot de wereld van Chrétien de Troie. Kortom, deze wereld van Camelot, Rond de Tafel, Merlijn, Guinevere, Excalibur, enzovoort, is een hoog middeleeuwse uitvinding. Die thuis hoort in de wereld van de middeleeuwse romances uit de 12e eeuw. En die veel later zijn dan de historische periode waarin koning Arthur traditioneel gesitueerd wordt. En indien we ons afvragen wanneer hij precies wordt gesitueerd, dan moeten we zeggen dat zal dan ongeveer eh, na de val van het Romeinse Rijk moeten zijn geweest. Je moet begrijpen dat eh, koning Arthur meestal gesitueerd wordt tegen de achtergrond van de strijd van de Keltische Britten tegen binnenvallende Angels-Saxische volkeren. En wanneer we over dat tijdperk spreken, ja, dan zitten we toch eigenlijk in de periode na de val van het Romeinse Rijk. Dat situeert men aan het begin van de 5e eeuw en het begin van de 6e eeuw, zo ongeveer, het moment waarop de eerste Anglo-Saxisch koninkrijken zich beginnen te vormen in wat we tegenwoordig Groot-Brittannië noemen. Goed, die hele periode van de Dark Age, dat duurt tot King Alfred the Great, de Angelen en de Saxen enzovoort, zal gaan verenigen tot één groot koninkrijk. Enfin, groot, dat valt nog maar te bezien. Maar goed, hij is degene die die volkeren zal verenigen en dan over een verenigd Engeland zal gaan heersen. En dus, koning Arthur moet zich ergens situeren in de periode voordien. En dan spreken we dus over de periode tussen 410, het moment waarop de Romeinse troepen uh, Groot-Brittannië verlaten en 880 de heerschappij van King Alfred. Is het niet wat uh, moeilijk om dan te spreken over een periode van bijna 400 jaar waarin deze legendarische koning Arthur zou geleefd hebben? Is het niet mogelijk om preciezer te zijn? Wel vermoedelijk zit koning Arthur in het begin van die periode. Omdat wanneer we ons afvragen wat het eigenlijk is dat hij heeft gedaan dat zo legendarisch was, dan blijkt het dat hij het voortouw heeft genomen eh, tegen de Angelen en de Saxen, en daarbij de Britse volkeren naar een overwinning heeft geleid. Het gaat over een strijd tussen Angelen, Saxen aan de ene kant, Britten aan de andere kant. Arthur was dan de krijgsheer van de Britten en die heeft die Angelen en die Saxen vernietigend verslagen. En dat wordt er ook meestal verteld, daar komen we later op terug, dat dat gebeurde in de Battle of baden Hill. Dus indien we de wereld van de romances en de ronde tafel en Merlijn enzovoort achter ons laten, dan lijkt datgene waar hij historisch enigszins relevant kan zijn nu precies te liggen in die veldslag op Hill, waarbij de Britten, de Angelen en de Saxen verslaan. Waar die idee vandaan komt, dat is deze man. Dit is Geoffrey of Monmouths beroemde magistrale epos Historia Regum Britanniae uit 1138. En dit werk lijkt heel erg op een geschiedenis. Hij noemt het ook Historia. Over de daden en de tijden van een koning die Arthur heette. Maar een geschiedenis betekent bij ons toch wel iets anders dan dat het betekende in de hoge middeleeuwen. Een geschiedenis vandaag is een wetenschap, een zoektocht naar de waarheid over zaken die in het verleden zijn gebeurd. Geschiedenis toen was een relaas. Dat is te zeggen, een verhaal. om het zo te zeggen, een vertellement daar zullen wel elementen van waarheid in gezeten hebben, maar dat is toch niet hetzelfde als een feitelijke wetenschappelijke neerslag. Het is dit werk van Geoffrey of Monmouth dat uiteindelijk aan de basis zal liggen van alle 12e, 13e, 14 15e middeleeuwse ridderromans en verhalen en legenden enzovoort. En dan is het toch wel eens de moeite om uit te zoeken wat deze Geoffrey of Monmouth nu precies vertelt. Wel Geoffrey vertelt een heel verhaal over koningen. En op een bepaald moment vertelt hij het verhaal over um, de vader van koning Arthur. Dat is Uther Pendragon. Hij was een Britse koning die vocht tegen de Saxen. En de Pendragon, dat is uh, de rode draak. Dus Uther van de rode draak. En laat nu juist die rode draak nog altijd het wapendier zijn van uh, Wales tegenwoordig. De Welsche vlag ziet er dus zo uit. En het verhaal gaat dat. Um, Uther's geboorterecht als koning werd geusurpeerd door een slechte koning, een rex superbus, een hoogmoedige koning, die Vortigern wordt genoemd. Deze man zou zich tot kroon, koning van de Britten hebben gekroond, ergens in het midden van de vijfde eeuw, na het vertrek van de Romeinse troepen, en in een tijdperk van chaos en verval, dat gekend staat als de Dark Age. Al vrij snel werd deze Vortigern belaagd door de Picten. De Picten zijn de Keltische volkeren in het noorden, de voorouders van wat tegenwoordig de Schotten zijn. Vortigern kan die Picten niet. De baas vraagt een stel huurlingen om hem daarbij een handje te helpen. Die komen dan ook, dat zijn een zekere Hengist en een zekere Horsus. De namen zijn allicht wat fantasierijk. En die staan aan het hoofd van Saxische krijgers. Zij helpen Vortigern de Picten verslaan, maar op het moment dat, het, uh, dat de betaling moet worden geleverd, dan weigeren Hengist en Horsus contante betaling en zij eisen stukken land voor hun familie, voor hun volk. Vortigern ziet steeds meer van die Saksen en later ook Angelen en Jutten enzovoort de zee oversteken en begint zich zorgen te maken over het voortbestaan van zijn koninkrijk en van de geschiedenis van de Keltische Britten, de autochtone bewoners van. Uh, Groot-Brittannië op dat ogenblik. En hij gaat de strijd aan met die Angelen, Saxen, Jutten enzovoort. In de tussentijd is Uther meerderjarig. Hij zal de voornaamste strijdheer worden in die strijd van de Keltische Britten tegen de Germaanse Saxen en Angelen. En zijn campagne blijkt relatief succesvol te zijn en er komt een periode van vrede. Die Saxen blijven niet op beide pakken neerzitten. Zij krijgen steeds meer steun van over het water, steeds talrijker worden zij, tot zij op een gegeven ogenblik opnieuw in het verzet gaan. En na de dood van Uther Pendragon zal het zijn zoon Arthur zijn, King Arthur, die de strijd zal verder zetten. En nu is het zo dat bijna een derde van dat boek van Geoffrey of Monmouth gaat over deze figuur Arthur, hij krijgt. Een enorm platform eh, om eh, zijn heldendaden te italiëren. En Arthur blijkt in de handen van Geoffrey of Monmouth een groot veldheer te zijn, die enorme veroveringen maakt. Hij verovert zelfs heel Gallië, heel Frankrijk. En dan plots komt het nieuws uit Bretagne, waar een neef van hem, een zekere Mordred, had hij daar achtergelaten om op zijn koninkrijk te passen. Ja, die heeft eh, de macht geusurpeerd, zoals Vortigern destijds deed. En hij heeft zelfs Guinevere tot zijn vrouw genomen, en dat is een koede theater waarbij koning Arthur spoorslags uit Frankrijk terugkeert naar Groot-Brittannië om daar het leger van Mordred te gaan verslaan. En in die laatste ultieme veldslag bij Camelot zal hij Mordred doden. Maar niet vooraleer Mordred hem dodelijk verwond heeft, waarna Arthur wordt meegenomen naar het legendarische eiland van Avalon. En dat die verneemden we niet echt veel meer over die Arthur. Het is een zeer merkwaardig verhaal, zou je kunnen zeggen, en je vraagt je af in welke mate dat ook allemaal historisch accuraat is. Nu, we kunnen ons de vraag stellen: wie is eigenlijk die Geoffrey of Monmouth? Wel, Geoffrey was een vroeg 12e-eeuwse priester, later bischop uit Wales. En hij schijnt ook een groot deel van zijn tijd in Oxford te hebben doorgebracht. Het schijnt een geleerd man te zijn geweest. Het feit dat Geoffrey een Welshman is, is belangrijk. Want dat maakt hem een Brit. Dat wil zeggen een autochtone, inheemse Kelt. Niet dat hij leefde in een monoculturele samenleving. Het feit dat hij uh, tijd doorbracht in Oxford zegt al genoeg. Oxford was op dat ogenblik Engels. Dat was Saxisch. Men sprak daar dus een Germaanse taal. Bovendien is het woord zelf Oxford is een heel duidelijk uh, Saksische plaatsnaam. Nou. En uh, in zijn voorwoord zegt Geoffrey of Monmouth. Dat hij zijn materiaal over Koning Arthur netjes heeft kunnen verzamelen. en dat dat allemaal gebaseerd is op een boek. dat een collega van hem in Oxford hem ter beschikking heeft gesteld. Dat is zeer eigenaardig. Eh, het was niet ongewoon voor eh, middeleeuwse auteurs om bronnen te gaan uitvinden die niet bestonden. of eh, naar bronnen te verwijzen. om hen iets te laten zeggen dat ze eigenlijk niet heel erg zeiden. Maar uh, het gegeven is dat veel historici en auteurs op zoek zijn gegaan naar die vermeende bron van Geoffrey of Monmouth, maar dat die niet opduikt. We kennen die niet. En voor zover wij weten, is Geoffrey of Monmouth de eerste in 1138 die het hele verhaal vertelt van naaldje tot draadje over koning Arthur. En al de rest. Um, Chrétien de Troyes, de vulgaatcyclus die uh, te dateren is aan het begin van de 13e eeuw, tot en met Sir Thomas Mallory en eigenlijk zelfs tot en met de laatste Hollywoodfilms, dat is allemaal gebaseerd op dat verhaal van Geoffrey of Monmouth. Dat maakt hem dus een uitzonderlijk interessante bron. En we vragen ons af, waar haalt hij dat verhaal nu uit, over die historische koning Arthur? Waarom deed Geoffrey of Monmouth zoveel moeite om dit verhaal te vertellen? Feit is dat uh, Jeffrey's tijdgenoten uh, de waarheid van zijn relaas ook al contesteerden. Veertig jaar na het schrijven van dit verhaal zal een zekere William of Newburgh over Jeffrey schrijven: It is quite clear that everything this man wrote about Arthur and his successors, or indeed about his predecessors from Vortigern onwards, was made up, partly by himself and partly by others, either from an inordinate love of lying. Of for the sake of pleasing the Britons. En dat laatste is eigenlijk wel belangrijk. Hij vraagt zich af: zou het niet kunnen zijn dat Geoffrey of Monmouth leugens vertelt to please the Britons? Daar klinkt een zekere rivaliteit door. William of Newburgh is een Angelsaksische Augustijnermonnik. Geoffrey of Monmouth was een Welsche seculiere priester die later bischop wordt. En rond de tijd dat Geoffrey zijn relatie schrijft en William of Newburgh daarop reageert, dan probeerden de Engelse koningen, dus dat zijn Angelen, saxen Jutten, greep te krijgen op de autonome koninkrijken in Wales. Dat gebeurde ten tijde van Henry I en King Stephen. En de onderwerping van Wales zal eigenlijk pas definitief gebeuren op het einde van de 13e eeuw door King Edward I, die de eerste is die zijn zoon. De latere Edward II, Prince of Wales, zal noemen. Om heel duidelijk te maken dat Wales een soort van satellietkoninkrijk is dat onder de knut zit van de Engelse kroon. Nu, Geoffrey of Monmouth zal dus veel belang hechten aan de historische koning Arthur. En hij maakt van hem daadwerkelijk een historisch figuur en kadert die ook in een historisch relaas. Namelijk, weet je nog, Um, er was een koning, die heette Arthur, en die heeft die Angelen en die Saxen lang geleden een pak rammel gegeven. Wel, wij kunnen dat nu ook. We kunnen ook die Engelsen en die Saxen uh, een pak rammel geven. Dus goed, daar wordt een oude Keltische held opgetoverd, die vermoedelijk wel al bestond. Het is te zeggen, de oudste uh, Arthur-verhalen die bewaard zijn gebleven, zijn Keltische verhalen, Britse verhalen die eh, opgetekend zijn in Wales of het scheelt niet veel. En dat vermoedelijk om een soort van nationale trots van Keltisch-Britse eh, heersers om die zo wat aan te wakkeren. Het verklaart tevens waarom William of Newburgh hem een leugenaar noemt. Wanneer Jeffrey rond 1138 over Arthur schrijft, dan is het duidelijk dat hij spreekt over een vel verleden. Hij situeert koning Arthur in de nasleep van de val van het Romeinse Rijk en de komst van de Angelen en de Saxen. Hij zegt dat hij dat er helaas gevonden heeft in een oud boek, maar dat oud boek bestaat niet, tenzij het zou kunnen gaan om een boek dat we wel kennen, en dat is een Keltische vertaling van Nennius. Dit is een document dat rond 830 werd opgesteld met als titel Historia Brittonum, de geschiedenis van de Britten. En de auteur van dit document staat bekend als Nennius, dat is een monnik. We weten eigenlijk niet of dat correct is, en eigenlijk is het juister om te zeggen dat dit werk anoniem is, omdat we eigenlijk niet goed weten wie precies de auteur is. Feit is dat hij zelf zegt terug te gaan op teksten die ouder zijn dan dat. En hij geeft dus een glimp op een traditie die vermoedelijk dateert van voor de negende eeuw. Deze geschiedenis van de Britten is een samenrapsel van feiten. En hier ziet u wel in heel mooi Latijn ego-Nennius, ik-Nennius. En daar staat het volgende: Ik-Nennius, leerling van de heilige Il Vodouk, heb het op mij genomen om sommige uitreksels neer te schrijven die de dwaasheid van de Britten vergaten. Want. De geleerden van het eiland Brittannië hadden geen vaardigheden en schreven niets neer in boeken. Daarom heb ik alles op een hoop gegooid dat ik kon vinden, zowel uit Romeinse annalen als uit de kronieken van onze Heilige Vaderen en van de geschriften van de Ieren, de Engelsen en uit de tradities van onze voorvaders. Vele geleerden en kopiësten hebben geprobeerd te schrijven. Maar op een of andere manier hebben zij het onderwerp meer obscuur achtergelaten. Ofwel door herhaalde ziekte, ofwel door militaire rampspoed. Ik vraag elke lezer die dit boek leest om mijn vermetelheid te vergeven om zoveel te schrijven nadat al zoveel werd neergeschreven. Ik geef me gewonnen aan om het even wie deze vaardigheid beter bezit dan ik. Dat laatste is natuurlijk wel wat ironisch, aangezien we nu helemaal, ja, eigenlijk bijna niets weten over die periode. ...en dat we blij mogen zijn dat iemand die Nennius heet... ...dan dat document heeft samengesteld. De auteur zelf geeft blijk van weinig vertrouwen... ...in de juistheid van zijn informatie. En de vraag is dan ook, als je dit als historisch document bekijkt... ...hoe betrouwbaar is de Historia Brittonum? En hier komen we op het spoor van historische kritiek. Want een van de uh, zaken die in dit document heel vaak geciteerd wordt... In connectie met koning Arthur is de zogenaamde Arthur's Battle List, een uh, opeenvolging van veldslagen waar koning Arthur de overwinnaar van was. De auteur plaatst in het totaal twaalf veldslagen in volgorde, alle twaalf gewonnen door Arthur. Allemaal moeten die ergens hebben plaatsgevonden in de vijfde zesde eeuw, het moment van de angelsaksische migratie. En daar staat het volgende: in die dagen vocht Arthur tegen hen. Met de koningen van de Britten, maar hij zelf was de aanvoerder in de strijd. De eerste veldslag was bij de monding van de Rimier die Glein werd genoemd. De tweede, derde en vierde en vijfde waren aan een andere rivier die Dubglas is genoemd, en in het gebied van Linuis. De zesde slag was aan de rivier die Bassas is genoemd. De zevende veldslag was in het woud van Cilidon, dat is Katkoit-Cilidon. De achtste veldslag was in Castellum Guignon, waar Arthur het beeld van de Heilige Maria de Maagd op de schouders droeg, en waarop de heidenen op de vlucht werden gejaagd op die dag van de grote slachting, die hen werd toegebracht door de deugd van onze Heer Jezus Christus en door de deugd van de Heilige Maagd Maria, zijn moeder. Hij voerde de negende veldslag in de stad van het legioen. De tiende veldslag werd gevoerd op de rivier die Tribuit wordt genoemd. De elfde veldslag werd gevoerd op de heuvel die Agnet is genoemd. De twaalfde veldslag was op de heuvel van Badon, waar 960 mannen vielen in één dag door één aanval van Arthur. En niemand deed hen vallen behalve Arthur zelf, en in al deze veldslagen was hij de overwinnaar. We leren hier uit deze passage een aantal interessante zaken. Ten eerste, Arthur wordt hier geen koning genoemd. Hij vecht met de Britse koning. Hij zelf wordt wel strijder of aanvoerder in de strijd genoemd. Dat is Dux Bellorum. Ten tweede, hij behaalt twaalf overwinningen met de Britten op de Saxen. En Nennius geeft de indruk hier concrete plaatsen te willen aanduiken. En voor archeologen is dat zo wat onbegonnen werk, omdat ja, die Keltische plaatsnamen die zijn al lang opgegeven en vergeten. In Groot-Brittannië heb je quasi uitsluitend uh, ja, anglo-saxische plaatsnamen, Germaanse plaatsnamen, door de Engelsen gegeven. Dus ook de topografie is totaal onduidelijk. Ja, het is bij een heuvel, er zijn zoveel heuvels in Engeland. Ten derde, Arthur blijkt hier toch wel een zeer straffe kerel te zijn. Hij velt hoogst persoonlijk, eigenhandig, zo ongeveer eventjes 960 vijandelijke krijgers, en dat klinkt een beetje overdreven. En waarom is deze passage in de, historische, in de Historia zo belangrijk? Wel, omdat het de oudste dateerbare verwijzing is naar een militaire leider die Arthur heette en belangrijke overwinningen op het slagveld behaalde tegen de Angelen en de Saxen. Hier voor het eerst vernemen we iets over een Arthur die de Saxen overwon bij Baden-Hill. Vroeger nam men deze tekst voor historische werkelijkheid, tegenwoordig doen we dat veel minder. Want wie deze tekst wil aanzien als een feitelijk historische relaas, of op zijn minst een relaas waar enige werkelijkheid achter zit, die moet komen uitleggen waarom dit volgende citaat, het minder bekende tweede Arthur-citaat, euh, minder belangrijk is. Dit is dat tweede Arthur-citaat. Er is een ander wonder in het land genaamd Boeilid. Daar is een hoop stenen, en een van de stenen die bovenaan de hoop werd geplaatst, heeft de indruk van een hondenpoot. Wanneer Troy Keffel, de hond van de krijger Arthur, op jacht ging. Plaatste hij een afdruk van zijn poot op deze steen, en het was Arthur die de bergstenen bij elkaar bracht samen met de steen met de pootafdruk van zijn hond, en hij noemde het Karnkaffel. Mensen nemen de steen wel eens weg, maar binnen een dag en een nacht is de steen bij de ochtend alweer bovenop de stenen terug te vinden. Nog een ander wonder is te vinden in het land dat erging heet. Daar is een graf uh, bij een bron. Lugat Amr genaamd. Amr is de naam van een man die er begraven ligt. Hij was de zoon van de krijger Arthur, die hem doodde en hem daar begroef. Mensen komen het graf meten en soms is het zes voet lang, soms negen, soms twaalf, soms vijftien. En welke maat je ook meet op dat ogenblik, je zal nooit dezelfde maat opnieuw meten. Ik weet het, want ik heb het zelf geprobeerd. Hier wordt over Arthur verteld dat hij een hond had. Dat men in Erwing het graf van een zekere Ammer kan zien, en dat die Ammer de zoon was van Arthur die de grote krijger was, en die gedood werd blijkbaar door Arthur zelf. En wat leert ons deze passage wel? Volgens de Historia waren er rond 830 mensen in Gwynedd die van een krijger gehoord hadden die Arthur heette. Dat hij naar de historische koning Arthur verwijst, is twijfelachtig. Hij had blijkbaar een reuzehond die zijn poot in een steen kon zetten. En eh, blijkbaar heeft zijn zoon een graf dat je niet kan meten. Dit klinkt heel erg als een legendarisch figuur. Dus, rond 830 waren er verhalen over een legendarische krijger van lang geleden, die men Arthur heette. En je krijgt de indruk dat hier twee Arthurs in het spel zijn. De eerste geeft de indruk een historisch figuur te zijn, u weet wel, de overwinnaar van bedden, maar die dan wel 960 krijgers kan vellen op een dag. Terwijl aan de andere kant heb je een Arthur die de indruk wekt een mythologisch figuur te zijn. Dat is de Arthur met zijn hond en met dat raar graf. Gaat het hier over dezelfde Arthur of over twee verschillende Arthurs? En als je het eerste citaat, de battle list, uiteindelijk voor lief neemt als historische werkelijkheid, waarom zou je dan het tweede Arthur-citaat niet als historische werkelijkheid voor lief nemen? De oudste verwijzing van uh, koning Arthur is te vinden in een ander epos. En dat is A gedaddin. A is een prachtig staaltje Welsje poëzie geschreven door een zekere ennerin. En dat is een relaas over de slag bij Catheret. Die slag bij Catheret moet uh, hebben plaatsgevonden zo niet later dan toch wel het uiterste einde van de zesde eeuw. Hij somt 300 krijgers op die sneuvelen. Dat is het gedicht, een soort van elegie op 300 gesneuvelde krijgers. En onder hen is er een krijger die heette Guerdor. Uh, het citaat gaat als volgt: He charged before three hundred of the finest. He cut down both centre and wing. He excelled in the forefront of the noble's uh, host. He gave gifts of horses from the herd in winter. He fed black ravens on the rampart of a fortress. Though he was no Arthur. Among the powerful ones in battle, in the front rank, Gawdur was like a palisade. Heel opmerkelijk hier, Arthur. Het is een fragment dat um, een vroegste vermelding heeft naar die krijger die Arthur noemt. Is dat de Arthur die Bedden won of is het de Arthur die een grote hond had? Dat is allemaal niet duidelijk. En er wordt ook gezegd hij was geen Arthur. Dat klinkt eigenlijk niet zo heel erg als een compliment voor deze krijger. Nochtans, het hele punt van Gedaden is om een lofzang te, aan te heffen op al deze krijgers. Die 300 krijgers krijgen precies zo'n gedicht in hun eer van NRI. En hij was geen Arthur klinkt niet echt als een compliment. Genre, hij probeerde wel, maar het was niet genoeg. Zoiets zeg je niet over Gevallen Krijger. Hij was geen Arthur zegt eigenlijk meer over Arthur. Dat wil zeggen, Arthur als een supermens. Uh, Gwaudor was dan een gewone krijger, een gewone mens die zijn best deed, maar falde. Maar Arthur was een soort van superman. Dat is zoals je zou zeggen, ja, hij was nu eenmaal uh, Batman niet, uh, um, Als zijnde zoiets zoiets bovennatuurlijks. He was no Arthur. Jammer genoeg vertelt deze NR in ons niet wie Arthur dan wel was, want dat zou wel geholpen hebben in dit citaat. Maar eh, feit is wel dat rond 600 er verhalen circuleerden onder de Britten over een legendarische krijger die Arthur noemde en een soort van superman moet zijn geweest. En het is allicht deze figuur die rond 830 uiteindelijk opduikt in die zogenaamde Historia Brittonum van Nennius. Het gaat hier om een in hoge mate legendarische figuur. En dus de battlelist die geciteerd wordt, ja, dat geeft ons een schijn van historische uh, accuraatheid, maar eigenlijk heeft deze passage weinig historisch gezag. Nu goed, uh, er is wel een andere bron die we kunnen uh, naslaan, en dat is uh, de zogenaamde Annalen uit Wales, die dateren uit de 10e eeuw, waar ook melding gemaakt wordt van koning Arthur. Dus hier hebben we twee vermeldingen. Dat is namelijk uh, de vermelding uit het jaar, 516 en de vermelding uit het jaar 537. Herinner u, dit zijn annalen, dus per jaar wordt in die welsche annalen opgeschreven wat er gebeurde. Dit is 10e eeuw. En in die ene passage, dan gaat het over het jaar 516, daar wordt vermeld over hoe Arthur de slag van Baden won en daarbij het kruis van Jezus Christus op zijn schouders droeg. Onder het jaar 537 wordt dan de slag van Camlin vermeld, waarin Arthur Medroud, dus dat is bij Geoffrey of Man, wordt dat Mordred, die wordt daar verslagen en meer staat daar eigenlijk niet. Nu zou je kunnen zeggen van, ja, David, je had daar beter mee begonnen. Hier krijgen we heel duidelijk jaartal en wat er gebeurd is, dus dat moet wel correct zijn. Maar zo betrouwbaar is dat nu ook weer niet. Het is te zeggen, als je kijkt naar bijvoorbeeld de... Passage die op dezelfde pagina staat, iets meer naar boven, dan krijgen we een passage uit het jaar 501, die stelt: bisschop Ebor rust in Christus. Hij was 350 jaar oud. Ik wil maar zeggen, zo historisch correct zijn die annalen allemaal niet en dat daar een jaartal wordt opgekleefd, ja, je vraagt je ook af waar halen ze het uit? Welke reden heeft men om daar die jaren uh, aan toe te kennen? En voilà. We zijn eigenlijk rond met het volledige historisch bewijsmateriaal rond koning Arthur. Dus wat hebben we? We hebben twee vermeldingen in een dubieuze historia uit 830. Eén blijkbaar mythologische uh, vermelding van een krijger met een hond. Een andere quasi- of historische vermelding van een, uh, een aantal veldslagen. Dan hebben we ook nog een mythologische vermelding in een moeilijk te dateren gedicht, uh, geschreven door de zekere Ennerin. En dan krijg je twee vermeldingen uit een set analen uit de 10e eeuw. Dus dat wil zeggen, geschreven 400 jaar nadat de persoon zou hebben geleefd. En dat uh, weerspiegelt een tijdperk waarin bisschoppen gemakkelijk 300 jaar oud worden. En ik wil maar zeggen, het totale bewijs voor een historische koning Arthur is tamelijk mager. En dan komt de vraag, is er dan niemand die schreef in de tijd waarin Arthur zelf leefde? Toch wel. Een zekere Gildas, een geestelijke uit de 6e eeuw, die later heilig wordt verklaard. En Gildas schreef een tractaat onder de titel De Exidio et Conquestu Britanniae, over de verwoesting van de Britten door de Saxen. En wat zegt hij over koning Arthur? Niets. Wat hij vertelt in een notendop is het volgende: Rond 410 dan vertrekken de Romeinse troepen weg uit, trekken de Romeinse troepen weg uit Groot-Brittannië. Dat maakt het land kwetsbaar voor plunderingen door de Picten. Vortigern haalt de Angelen en de Saxen als huurlingen naar Bretagne. De Saxen grijpen steeds meer naar macht. De Britten moeten strijden voor hun onafhankelijkheid. En dat doen ze onder de aanvoering van een groot militair leider. En zijn naam is Ambrosius Aurelianus. Klinkt als Romein. Ambrosius verslaat de Saxen. Die oorlog culmineert in het beleg van Baden-Hill, waarna de Saxen twintig jaar lang rustig blijven. Gildas noemt de overwinnaar van Badenhill niet, maar zijn relaas ligt in het verlengde van het vermelden van die officier Ambrosius Aurelianus, dus ik zou er kunnen van uitgaan dat, dat hij de overwinnaar is van Badenhill. Maar bij Nennius, in de Historia Britonum, wordt hij Arthur genoemd, maar het kan ook best Ambrosius zijn. Conclusie, wat betekent dat voor onze uh, historische koning Arthur? Wel, in een traditioneel narratief dat gevolgd werd tot en met zo, ja, de jaren 70-80, op basis van teksten, die prachtig werd samengevat trouwens in een boek van John Morris met als titel The Age of Arthur, dat inmiddels een klassieker is, bijzonder meeslepend, maar hopeloos totaal verouderd is. Het traditionele narratief kan je als volgt samenvatten. 400, uh, Brittannië is onderdeel van het Romeinse Rijk. 410 is er een brief van um, keizer Honorius, die zegt dat hij uh, geen troepen meer zal sturen om de Britten te helpen tegen de Picten. In 429 heb je dan de Britten die um, oorlog voeren met de Picten. Dat wordt beschreven door Gildas. In 448 krijg je dan um, Vortigern, die heerst over de Britten. Gildas noemt hem een slechte koning. 449 heb je uh, de hulp die gevraagd wordt in de strijd tegen de Picten. En dat is het moment waarop de, uh, waarop de Saxen komen. Dat is 449 is die zogenaamde Adventus Saxonum. Dan uh, vijf, uh, 455 liever. Dat zijn de Saxen die in oorlog zijn met de Britten. In 460 is Aurelius Ambrosianus die de Britten leidt tegen de Saxen. En rond 500 heb je dan de slag van Baden Hill met Arthur als overwinnaar. Dus daar zitten dan twee generaties hè, tussen die aanvankelijke strijd onder Aurelius Ambrosianus en de overwinning van baden Hill. Echter, de moderne archeologie geeft een heel andere kijk op het vijfde eeuwse Engeland. Beda Venerabilis heeft het over de, het moment waarop de Saxen naar uh, Bretagne komen, en dat is 449, zo heeft hij uitgerekend. In werkelijkheid is het zo dat die Saxen er al waren. Die waren namelijk uh, al in uh, Groot-Brittannië ten tijde van de Romeinen, omdat die als zogenaamde fedurati werden ingezet, huurlingen door, door het Romeinse leger betaald, uh, om uh, bepaalde grenzen te beschermen tegen zeerovers, tegen pikten, tegen om het even wat, tegen andere volkeren. Die fedurati, die werden bewapend, uh, kregen steun en waren de facto huurlingen. Dus wanneer men eh, kijkt naar wanneer die Saxen die oversteek maken, well, dan deden die Saxen dat vermoedelijk al in de derde, vierde eeuw. Dus die waren er al. Maar het is op het moment dat die Romeinse beschaving verdwijnt, en die uniformen verdwijnen, ja, dat plots die materiële Saxische cultuur opnieuw naar het voorplan komt. Dat is een heel erg belangrijke nuance. Want vroeger ging men er een beetje van uit dat de Angelen en de Saxen eh, landen aan de oostkusten en de zuidkusten van Engeland en dan geleidelijk aan opschuiven. Begrijpt u? Dus opschuiven eh, op de kaart van rechts naar links eh, naarmate de tijd vordert. En dat kon men ook heel gemakkelijk eh, ja, archeologisch gaan testen, namelijk hoe meer je naar de Middellands gaat, des te later de Angel-Saxische vondsten moeten zijn. Maar dat is eigenlijk niet wat archeologen vonden. Het ouderwetse beeld van de Angelen en de Saxen. Uh, ...is dus dit. Hè. Zij komen toe, voilà. angelen en Saxen komen uit bootjes. Aan de linkerkant zie je daar een, uh, ja, uh, de Britten die hen uh, bekampen. Het enige wat je nog nodig hebt is uh, ja, vliegtuigen en parachutes enzovoort. Dit doet heel erg denken aan D-Day. Ja. Dus zo is het niet gegaan. Het bestormen van stranden en dergelijke, dat is niet gebeurd. Ook dat oude beeld hè, van, uh, kijk, men komt toe aan de kust... ...en men schuift op in de richting van uh, het uh, westen... Zo is het vermoedelijk niet gegaan. De meer moderne visie is dit: het feit dat ze er eigenlijk al waren en dat koninkrijken gingen expanderen. En eh, Angelen en Saxen gingen zich organiseren in eh, koninkrijken, die als gevolg daarvan elkaar gingen bekampen. Archeologen en historici stellen dus vast dat er in de periode, laten we zeggen 5e, 6e eeuw, ontzettend veel strijd was. Angelen. Versus Britten, Saxen versus Britten, Britten versus Britten, Angelen versus Saxen, Saxen versus Britten, die vochten allemaal tegen elkaar. En er was geen zo'n één moment waarop alle Angelen en Saxen verenigd waren in hun strijd tegen alle Kelten. Er is schijnbaar niet zo'n moment geweest. Dit was een ultieme burgeroorlog van lokale koningen, die heel dikwijls maar een paar valleien in handen hadden, en opgeslokt werden door andere koningen en plundertochten gingen organiseren, tot moderne staten zich opnieuw begonnen te ontwikkelen. En dat is dan in de loop van de late 6e, vroege 7e eeuw. Wat zegt dat dan uiteindelijk over onze zoektocht naar koning Arthur? Wel, op het einde van de zaak zijn we de essentie zelf van koning Arthur kwijtgeraakt. We zijn begonnen met te zeggen dat we niet op zoek waren naar de koning Arthur van de Ronde Tafel, naar lijn de Tovenaar of van Excalibur. We waren op zoek naar een historische koning Arthur die de leider was van de B keltische Britten in hun strijd tegen de anglo We zochten de Britse overwinnaar van Baden Hill. Maar wat weten we eigenlijk over Baden Hill? We weten niet wie er vocht, we weten niet waar die veldslag plaatsvond, we weten niet wanneer die veldslag plaatsvond en we weten ook niet wie er de leiding had. Dus we vragen ons af: wat weten we nu eigenlijk over koning Arthur? Wel helemaal niks. Zou hij kunnen bestaan hebben? Dat lijkt weinig waarschijnlijk, omdat de achtergrond waartegen hij door latere Welshe nationalistische auteurs, zoals Geoffrey of Mandel, gesitueerd wordt, namelijk strijd tussen ons. Keltische Britten en zij, die Engels-Saxen, die Germanen zijn, wel, die strijd was er niet echt. Er was geen zo'n moment waarop er zo'n strijd zou kunnen geweest zijn, die culmineerde in één verpletterde veldslag. Dit moet een uitvinding zijn. Dit is legendarisch. En zo stellen we vast dat hoe dieper we ingaan op de problematiek van Koning Arthur, des te meer ons onderwerp verdampt, vervliegt, niet kan bestaan. En dus moeten we op slot van zaken vaststellen dat tegenwoordig koning Arthur meer het materiaal is van Hollywood dan het materiaal van historici.